Boeren, burgers en buitenlui. Wij willen hier vandaag verklaren, door het hijsen van een donkerblauwe wimpel aan de stadsvlag van de vestingstad Grave, dat wij verder willen gaan en gebruik maken met het recht ons in 1290 gegeven. Tolvrijheid voor de inwoners van de stad Grave en het vrije gebruik van de gemeentegronden grenzende aan Boksmeer en het land van Herpen. Tevens zullen wij vermelden dat lieden uit verre omstreken, steden en dorpen altijd welkom zijn in de stad Grave. Als zij onze regels en gebruiken respecteren en wij samen de privileges, ons gegeven in 1233 door Hendrik de Eerste Hertog van Brabant, waaruit te verstaan is, gebruikmakende van stadsrechten in ere zullen gaan herstellen. Daarvoor zullen wij contacten aanknopen met andere vestingsteden en de Vrijstaat van Ravenstein. Hopen dat het nog lang rustig mag blijven in de vestingstad Grave, hoofdstad van het land van Kuik. Is getekend Jan I van Kuik. Volgens mij is hij in de buurt, Jan I van Kuik. Dat zou wat zijn. Ja, zou wat zijn. Ja, ja. Ja, we kijken. En samen met zijn woordvoerder. Ja, het is hem echt. Ja. Althans, hij lijkt er wel vreselijk op. Ik zou zeggen, woordvoerder, aan u het woord. Lieve toeschouwers allemaal. In ieder geval ook namens Jan van Kuik en namens mij als Ambtman van Grave de beste wensen voor 2022. Dat wil ik eerst even doen. U van harte welkom. Erg leuk om u hier te treffen vanuit een hele grote gemeente, Land van Kuik, waar wij aan toe behoren. En wij wilden eigenlijk u een proclamatie laten tekenen samen met de eerste leen hier. Want wij hebben hier natuurlijk vandaag twee leenheren zitten eigenlijk in het land van Kuik. En de eerste, oftewel Jan van Kuik. En die hebben we al die tijd met het maken van de film nog geheim gehouden. Maar ik denk dat het goed is dat ook hij nu zijn vizier omhoog zet. En met ons mee de wijde wereld inkijkt om straks Grave te gaan promoten. Wat we graag willen doen met de stichting Vestingstad Grave, hoofdstad Land van Kuik. Dus ik zou zeggen, Jan, doe hem omhoog. Het is jouw moment vandaag. Kijk. Het is net een prinsenonthulling. Ja. Ik wil eerst even vragen of u, meneer Hellena, een handtekening zou willen zetten. Ter kennisneming, hè? Ter kennisneming van onze proclamatie die wij zullen ingelijst afleveren bij uw gemeentehuis. Kijk. Als u een handtekening wil zeggen, dan wil ik ook vragen aan onze Jan van Kuik om een handtekening te zetten. Zal ik hem hier doen? Dat is wel een uniek hoor, maar wel unieke stukjes. Ja. Hebben we twee keer. Eén gaat de archieven in, denk ik. Ja, en de andere naar de notaris. Kijk. De indrukwekkend zegel heeft hier Jan van Kuik. Ja. Ja, mooi, en met deze. Ja. Rest mij eigenlijk nog te vermelden dat wij wat wij de afgelopen weken hebben gedaan, Peter en Jolanda en de gehele crew, bij de stichting, of nee, het groepje Eindfeesten Graven, zoals we het genoemd hebben. Ja. Jullie en de crew te bedanken voor die 4 weken van werk die jullie hebben gehad. En
en ons allemaal, toeschouwers u ook, 800 jaar graven hebben voorgeschoteld. En de cirkel is vandaag een klein beetje rond. Ja. We hebben de eerste en de huidige leningen hier. En we hebben een klein presentje voor de huidige leningen, want hoe kan het ook anders? We praten allemaal over graafse moed. En dit, wat jullie gedaan hebben, en daarom vraag ik toch een applaus, ook voor de crew hier. En de crew. Voor jullie. Ja, en de crew. Voor jullie zelf. Ja. Dat is graafse moed, jongens. Geweldig. Aan u de eer om deze fles graafse moed van de vestingstad Graven te overhandigen aan de heilige. Ja, ga ik alweer staan eigenlijk, hè? Ja, ja, dat wordt ook wel blij. Ja. Dan blijven we gewoon even staan. En dan... Ja, en ook even voor de foto. Ja, gaan we eens even. Oh, hij is prachtig. Hij is prachtig. Ja. Hij is prachtig. Oh. Kijk, en dat doen we allemaal live hier op televisie. De rest komt nu nog. Blijf even staan, want ik pak een tabletje. Ja. Want dat moet lukken allemaal. Ja hoor, ja. Zeker. We hebben daar de ruimte voor. Graaf ze moet. Zo. Ja. Alsjeblieft. Als je uit je graf komt, dan is het toch wat tegen de... Ja. Ja, dat wordt ook zo'n soort officieel momentje. Dus daar gaan we, Jolanda. Dus... ik kan Jolanda daar ook mee verblijden, denk ik. Ja. Blijf jij maar zitten. Doe ik. We proosten even. Op 2022 en dat de stichting Vestingstad Graven u, en dat doen we zeker, mag uitnodigen in april komend jaar om met ons mee te lopen in de blijde intocht in Graven. En ik zou zeggen, proost allemaal. En ook op de gemeente Land van Kuiken. En we proosten. De gemeente Land van Kuiken, ja. Natuurlijk. Proost. Proost. Proost jongens. Proost. Op een mooi, goed en gezond. En goed en gezond 2022. Proost. Proost.